Ik ben Marco Hagen, werkzaam bij Steel Constructions en mijn functie is manager operations. We maken geleiderrail, we maken leuningwerk, we maken verkeersvoorzieningen, brugdelen, kleine onderdelen die internationaal verstuurd worden. Eigenlijk van alles en nog wat. Wij leven in Nederland, dan voornamelijk gewoon lokaal en uiteindelijk ook gewoon exporteren naar Scandinavië. We hadden natuurlijk behoefte aan het verwerken van staal met borstelen en schuren en bepaalde radius. Maar zijn we eigenlijk gaan zoeken van wie kan ons daarmee helpen. En dan kwam uiteindelijk bij Time Savers uit. De doorslag gaf uiteindelijk dat bepaalde materialen van concurrent, die gebruikten een borstel, werd het materiaal superheet. En de borstels bij Time Savers die aaien min of meer eigenlijk het staal. Zodat het eigenlijk wat minder slijtage van de rollen was. We hebben twee machines van de Time Savers, de 42RB. Dan moet je eigenlijk denken aan aan de schuurmachine, een omkeerunit en uiteindelijk nog als tweede weer de schuurmachine. Het product die doorheen gaat kan plaatmateriaal zijn, kunnen kokers zijn, kunnen balken zijn, kan een geleiderrail zijn. Dat zijn grote stukken, grote platen. Vanuit de markt was zoals de vraag van een bepaalde radius. En dat was vaak radius 2. We konden niet altijd aan wat doen. Dus we hebben eigenlijk ook voor deze machine gekozen. Voor net werk te leveren uiteraard, maar ook om die randjes tot radius 2 gewoon netjes kunnen leveren. We hebben deze Time Savers 42RB hebben we aangeschaft om alles netjes te ontbramen. Vroeger hadden we dus diverse operators. Met de hand deden ze met slijptol ontbramen. Nou, dat was echt intensief werk. Ja, het verschil is wel erg groot. Kijk, je kunt niet tegen zo'n mooie Time Savers op. Deze machine werkt gewoon perfect. Wat heel erg fijn is aan deze machine, een bepaald product hebben ze ingesteld. Zodat het programma kunnen ze opslaan. Draaien ze na verloop van tijd weer hetzelfde product. Dan kunnen ze door hele kleine handelingen die instellingen weer naar voren halen. Grote delen die leggen we meestal aan het begin van de eerste transportband. Die gaan door de Time Savers heen, door het eerste gedeelte. Dan gaan ze naar de omkeerunit. Ze gaan naar de volgende unit toe. Dan worden ze ook weer geschuurd aan de andere zijde. Dan worden ze getransporteerd naar het laatste gedeelte. En daar worden ze met de heftruck eraf gehaald. Dit bespaart ontzettend veel tijd. Die twee units achter elkaar. Kleine delen die kunnen niet door de omkeerunit heen. Dus daar hebben we een kleine omloop gemaakt. Waardoor het weer terugkomt. De operator die pakt het product. En die gaat het weer op de band leggen. Zodat hij aan beide zijden wordt ontbraamd. Onze machine die is dus inzetbaar voor zowel hele kleine producten als lange lengtes tot en met 6 meter. Als onderhoudsmonteur heb ik heel weinig te doen. Dat is het voordeel van deze Time Savers. Dus hij is erg onderhoudsvriendelijk. De service van Time Savers, ik moet echt zeggen, is gewoon vanaf het begin af aan heel goed geweest. Makkelijk contact met de accountmanager, met de serviceafdeling, met de afdeling in Goes zelf. Onze kracht is eigenlijk dat we bijna alles op voorraad kunnen leveren. Hebben we het niet, dan kunnen we het snel maken, zijn flexibel. Eigen engineeringsafdeling, het maakt eigenlijk niet uit. Als Steel Constructions, als we het kunnen maken, dan willen we het maken.